NOS, 8 uur journaal. Henny Stoel. Brinkhorst neemt toch maatregeltje in verband met BSE. Zandzakken voor de deur van de klimaatconferentie. En Nederlanders gezien door 3 buitenlandse fotografen. Dames en heren, goedenavond. Beter Blojan dan Dojan, moet minister Brinkhorst van Landbouw hebben gedacht. En om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft hij vandaag de slachthuizen in Nederland opdracht gegeven Frans rundvlees apart te houden. Gisteren wilde Brinkhorst nog niet weten van een dergelijke maatregel, maar omdat de onrust over de gekke koeienziekte toeneemt, is hij op zijn besluit teruggekomen. Dat zei Brinkhorst vandaag op het D66-congres in Noordwijkerhout. Maandag vergaderen de Europese ministers van Landbouw over de BSE-crisis. Tijdens die bijeenkomst moeten harde afspraken gemaakt worden om die crisis te bezweren. De minister van Landbouw die vandaag het D66-congres toesprak, was toch een andere dan de minister die gisteren voor de pers verscheen. Want toen zei Brinkhorst onder meer: Ik weiger mij als het ware te richten naar de waan van de dag. En ik denk dat als we nu op dit ogenblik deze nationale maatregel zouden nemen, dat we daarmee een maatregel nemen die suggesties wekt dat er werkelijk geweldige problemen zijn op het ogenblik op de Nederlandse rundvleesmarkt. Brinkhorst blijft tegen het sluiten van de Nederlandse grens voor Frans rundvlees. Maar hij heeft vandaag de slachthuizen in Nederland wel opdracht gegeven om Frans rundvlees apart te houden. Ik vind het van groot belang dat we, wanneer er zorgen bestaan, en die schijnen er te bestaan, ook te zeggen van ja, zie maar, er komt dus niet dat rundvlees erin. Maar niet omdat ik zelf enige twijfel heb. Omdat het naar mijn gevoel van belang is dat in de samenleving die onrust weggaat. Maar toch even, u noemde het zelfs een populistische maatregel om de grenzen te sluiten. Ja. U zei, daarmee wek je de indruk dat er iets aan de hand is. Ja. Het feit dat u dat gisteren niet wilt, vandaag toch maatregelen neemt. Denkt u niet dat dat de onrust veel meer aanwakkert? Nee, helemaal niet, want dit is een heel andere soort van maatregel. Hier gaat het erom dat je de slachtlijn gewoon opzij zet, omdat er een landbouwraad plaatsvond. Brinkhorst wil dus gevoelens van onrust wegnemen. Hij neemt zijn maatregel niet omdat met name de VVD zijn beleid bekritiseerd heeft. Goedkope partijpolitiek. Voor mij is voedselveiligheid te belangrijk. Je ziet de gevolgen daarvan in Frankrijk. In Frankrijk zijn er veel minder dingen aan de hand dan mensen wel denken. Maar doordat president Chirac zich tegenover zijn eigen regering zet, is er een soort van paniekvoetbal ontstaan. Dat wil ik vermijden. Daar hebben we in Nederland geen behoefte aan. D66 heeft ook de minister die over de volksgezondheid gaat, Els Borst. Hoe groot is nu de kans dat je in Nederland die ziekte, Creutzfeldt-Jakob, zou kunnen oplopen als gevolg van het eten van besmet vlees? Het is altijd moeilijk om te zeggen dat hij nul is, maar hij is absoluut minimaal in Nederland. D66 congresseert morgen verder. En dan zal politiek leider Tom de Graaf zijn achterban toespreken. Maandag komt de Landbouwraad in Brussel dus bijeen. Als het Europese ministers van Landbouw dan lukt om eensgezind maatregelen te nemen tegen de BSE-crisis, dan trekt Brinkhorst zijn maatregel tegen het Franse rundvlees weer in. In Den Haag hebben duizenden actievoerders uit binnen- en buitenland een dijk van zandzakken om het congresgebouw gelegd. De actievoerders willen de regeringsleiders die in de stad zijn voor de klimaatconferentie oproepen om maatregelen te nemen tegen klimaatveranderingen als gevolg van CO2-uitstoot. De bouw van de nooddijk begon vanmiddag. Bijna 5000 actievoerders deden mee. Ze hebben in totaal meer dan 50.000 zakken met zand gevuld. De dijk is bijna een halve kilometer lang. De bedoeling is van de klimaatconferentie om te bekijken op wat voor manier we CO2-uitstoot kunnen terugdringen. En dit is om te laten zien wat het gevolg kan zijn als het allemaal niet lukt. Dan moeten we dus overal dijken gaan bouwen, want dan stroomt Nederland onder water. Toen de dijk klaar was, kreeg minister van Milieu Jan Pronk een volle zandzak aangeboden. Aan hem is de moeilijke taak om als voorzitter van de klimaatconferentie de landen op één lijn te krijgen en een verdrag te sluiten waarin de vermindering van de CO2-uitstoot is vastgelegd. De anderhalve meter hoge dijk die de noodzaak van zo'n verdrag symboliseert, blijft waarschijnlijk tot morgenavond liggen. Tot en met 24 november is Nederland gastland van de klimaatconferentie. Een conferentie waarop bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn vertegenwoordigd. Maar geven we eigenlijk zelf wel het goede voorbeeld als het gaat om het terugdringen van CO2?
De Nederlandse overheid wil de uitstoot van dit broeikasgas in het jaar 2020 met 6% hebben verminderd. Maar die doelstelling wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Een van de oorzaken is het almaar groeiende verkeer in ons land. Nederland, distributieland. En dat is te merken ook. Ieder jaar worden de files langer en de sterke toename van zowel het lucht- als wegverkeer veroorzaakt een grotere uitstoot van CO2. Volgens berekeningen van het RIVM, het Rijksinstituut voor Milieu, was de totale Nederlandse CO2-uitstoot vorig jaar 179 miljard kilo. De grootste CO2-uitstoter is nog altijd de industrie. De energiesector staat op de tweede plaats. Maar de afgelopen 10 jaar is de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verkeer nog het snelst gegroeid. Een ontwikkeling die deskundigen wel kunnen verklaren. Ik kan zeggen dat in de afgelopen jaren het beleid toch niet helemaal zo scherp is geweest als dat ooit beloofd is. Aan de andere kant is er is een groot probleem. We worden steeds rijker. En doordat we steeds rijker worden, worden we steeds kieskeuriger. Gaan we op steeds meer plaatsen onze activiteiten doen. Wonen, werken, winkelen. En daar hoort autogebruik bij. En zolang daar niet echt met prijsmaatregelen iets aan gedaan wordt, blijft het heel moeilijk om dat autoverkeer terug te dringen. Onze ruimtelijke ordening is zo ingericht de laatste 30 jaar dat iedereen als het ware de auto is ingejaagd. En ik ben een liefhebber van treinrijden, maar ik kan je verzekeren dat het geen prettige liefhebberij is. Treinen zijn niet comfortabel, of hij komt niet, of hij is vertraagd, of de treinen zijn gewoon op. Dat is aan de orde van de dag. De overheid probeert al jaren het autoverkeer terug te dringen. Maar met de veelbesproken tolpoortjes zal dit volgens Wouter van Dieren ook niet lukken. De milieudeskundige pleit voor kilometerquotering. Als je iedereen een kwotum geeft, je mag per jaar niet meer dan 10.000 kilometer rijden, dan heeft als effect dat diegenen die zo nodig 40.000 kilometer moeten rijden, 30.000 kilometer moeten kopen op de markt van diegenen die dan ook een motief hebben om niet de snelweg op te gaan. De groei van CO2 in ons land lijkt een onvermijdelijk gevolg van onze bloeiende economie. Milieukenners verwachten dan ook dat onze CO2-uitstoot in het jaar 2010 in vergelijking tot 1990 met 20% zal zijn toegenomen. Gisteren melden we nog dat de finish voor George W. Bush in zicht was. Maar later op de avond bleek dat het Hoge Rechtshof in Florida een forse hindernis had opgeworpen. Florida mag vanavond niet het definitieve resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen bekendmaken. En dus kon Florida's Catherine Harris vanavond niet meer bekendmaken dan een tussenstand. Bush heeft na het tellen van de overzeese stemmen een voorsprongrecord van 930 stemmen. Ruim 10 dagen na de verkiezingen heeft Amerika nog steeds kiespijn. Ingezetenen van Florida die in het buitenland wonen hebben daaraan geen einde kunnen maken. Ze hebben, zoals verwacht, per post de voorsprong van George Bush vergroot. Maar met veel minder stemmen dan waar de Republikeinen stiekem op hadden gehoopt. De Republikeinen klagen over de manier van tellen. Volgens hen hebben democratische waarnemers iets te gretig stembiljetten van overzee ongeldig verklaard. Omdat er bijvoorbeeld handtekeningen ontbraken of de datum niet klopte. Er is geen stembiljet in Florida of er ontstaat wel partijpolitiek geruzie over. De definitieve uitslag van Florida laat dus nog even op zich wachten. Gisteren verbood het Hoge Gerechtshof van Florida de minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Catherine Harris, om vandaag al een winnaar uit te roepen. Eerst wil het Hof zich buigen over de vraag of Harris de handtelling in Florida moet laten meetellen. Pas maandag komt daarover een uitspraak. Die is voor Al Gore van levensbelang. The citizens of Florida surely want the candidate who received the most votes in Florida to be determined the winner of that state. That's why I'm very pleased that the hand counts are continuing. They're proceeding despite efforts to obstruct them. And that is why the decision just announced by the Florida Supreme Court preventing the Florida Secretary of State from certifying the election results tomorrow is so important. En dus is Al Gore nog lang niet uitgeteld. De beslissing van het Hof is een flinke tegenslag voor George Bush. Die was al bezig met de voorbereidingen van een overwinningsfeestje. Maar dat was voorbarig. Pas volgende week bepalen 7 rechters van het Hoge Rechtshof in Florida wie de beste kans heeft om de nieuwe president van Amerika te worden. De angst is verdwenen op Oost-Timor met het vertrek van het Indonesische leger. Maar ruim een jaar na het referendum over onafhankelijkheid is er voor de rest bar weinig veranderd, vinden de Oost-Timorezen. Nog steeds is niemand voor de rechter gebracht en economisch zitten velen volledig aan de grond.
Oost-Timorese leiders manen tot geduld. Maar nu al wordt de VN, die er de dienst uitmaakt, de nieuwste bezettingsmacht genoemd. Correspondent Step Vase was als eerste buitenlandse journalist sinds de onlusten op Oost-Timor. Vrijheid, maar ook nog steeds intens verdriet in Oost-Timor. Zoals bij de herdenking van het bloedbad op de begraafplaats Santa Cruz. 9 jaar geleden werden hier demonstrerende studenten door het Indonesische leger doodgeschoten. Ook de familie Guterres heeft de onafhankelijkheid duur moeten betalen. Hun huis is door de pro-Indonesische milities vernield. En broer Bernardino werd vlak voor het referendum doodgeschoten door de Indonesische politie. Voor de ogen van de wereldpers. Het werden World Press foto's. Onze tiran familie, onze mate, onze amie. Hoewel hun leiders praten over verzoening, vinden veel Oost-Timorezen dat vrijheid geen enkele betekenis heeft als de daders van het geweld niet worden gestraft. Militairen en militieleiders. Alleen dan kan het jongste land ter wereld met een schone lei beginnen, vindt ook deze mensenrechtenactivist. We think the international tribunal is the best, best way to solve the problem of injustice in East Timor. It is a matter of fact that the Indonesian tribunal would not be able to bring those who are guilty to justice. Let's look at the fact that after 1 year nothing has been worked out. Het is meer dan een jaar na de vernietiging en Oost-Timor is nog nauwelijks uit de puinhopen omhoog gekrabbeld. Zonder gerechtigheid zal er nooit vrijheid zijn, zeggen de mensen hier. En de enorme economische tweedeling leidt alleen maar opnieuw tot politieke spanningen. 14 maanden geleden werd een groot deel van Oost-Timor tot op de bodem vernield. Want tot nu toe is er nauwelijks iets opgebouwd. De overgrote meerderheid van de bevolking is werkeloos. En het zijn vooral Australische pioniers die er gretig zaken doen. Hier moet bijvoorbeeld binnenkort een Australische supermarkt verrijzen. De aanwezigheid van duurbetaalde ontwikkelingswerkers en medewerkers van de VN veroorzaakt een enorme onvrede. We are like, I should say that foreigners at our hometown. What we usually do here is security, cleaner, drivers. We are second class in our own hometown. We don't think freedom is here yet. It is still a long way to go for the East Timorese to really feel the freedom. We need the UN here. We are grateful for the UN being here. We are the ones who asked the UN to be here. What do you want? The Indonesians to come back? De Amerikaanse president Clinton is net in Ho Chi Minh-stad aangekomen. Daarmee is hij sinds de oorlog in Vietnam de eerste Amerikaanse president die het voormalige Saigon bezoekt. Voor zijn vertrek naar Ho Chi Minh-stad bewees Clinton in Hanoi de laatste eer aan een aantal overleden Amerikaanse soldaten, van wie de stoffelijke resten pas kort geleden zijn gevonden. Nog steeds worden 1500 Amerikaanse soldaten vermist. Clinton beloofde dat de zoektocht naar hun stoffelijk overschot doorgaat totdat ieder slachtoffer geborgen is. Ook heeft hij Vietnam hulp aangeboden bij het opsporen van de ruim 300.000 vermiste Vietnamezen. De politie in Kenia heeft de fabrikant van een giftige sterke drank gearresteerd. Consumptie daarvan kostte tot nu toe aan 128 mensen het leven. En het dodental blijft stijgen, want ondanks waarschuwingen wordt de drank nog steeds gedronken. Al meer dan 400 mensen liggen in ziekenhuizen in Nairobi. Het fatale alcoholische brouwsel was aangelengd met het giftige methanol. De verdachte werkte in een chemische fabriek in een van de sloppenwijken van Nairobi. Daar wemelt het van de kleine illegale stokerijen. De Palestijnse president Arafat heeft een onderzoek gelast naar de dood van een Israëlische soldaat en een Palestijnse politieman in de Gazastrook. De Palestijn opende vanmorgen vroeg het vuur op een militaire uitkijkpost. Het is voor het eerst sinds de jongste geweldsuitbarsting dat Arafat een schietincident laat onderzoeken.
Bovendien heeft hij Israël gevraagd geen wraakacties uit te voeren. Gisteren riep Arafat de Palestijnen voor het eerst openlijk op om niet meer te schieten vanuit autonoom Palestijns gebied. Paul Rozemuller is opnieuw beschikbaar als lijsttrekker van GroenLinks. Bij de verkiezingen in 2002 wil Rozemuller van GroenLinks de vierde partij van Nederland maken. Rozemuller zei dat vandaag tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de partij in Amsterdam. In veel gemeenten en provincies is GroenLinks al groter dan D66, de huidige vierde partij. Hij is er weer. Rond 12:30 vanmiddag meerde pakjesboot 12 van Sint-Nicolaas af in het Brabantse Woudrichem. Honderden kinderen trotseerden met hun ouders de kou om een glimp op te vangen van de Sint met zijn hoofd en hulppieten. De goedgeefse kindervriend gaat een drukke tijd tegemoet. Nog voor pakjesavond op dinsdag 5 december bezoekt hij alle plaatsen in Nederland. Een nieuw landelijk opererend politieteam gaat onopgeloste kindermoorden opnieuw onderzoeken. Met behulp van DNA-onderzoek en moderne recherchetechnieken hoopt de politie de daders van nog niet verjaarde moordzaken alsnog achter de tralies te krijgen. Het nieuwe politieteam richt zich vooralsnog op 11 kindermoorden waarvan het onderzoek volledig vastzit. De politie wil niet zeggen welke 11 kindermoorden opnieuw onderzocht zullen worden. Het gaat in ieder geval om zaken die niet ouder zijn dan 18 jaar en waarvan het onderzoek muurvast zit. 15 rechercheurs gaan met behulp van de nieuwste recherchetechnieken opnieuw aan de slag met de kindermoorden. Als er sporen liggen die in het verleden niet gebruikt kunnen worden, zullen ze nu wel degelijk natuurlijk op DNA bekeken worden. Maar ook in de dadenprofilering is meer kennis vergaard, wetenschappelijk inbreng is absoluut meer dan natuurlijk 15 jaar geleden. Hoewel het aantal kindermoorden de afgelopen jaren niet is toegenomen, kiest de politie bewust voor het heropenen van zaken waarbij kinderen het slachtoffer zijn. Kinderen, ik hoef het niet uit te leggen. Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Als het over kinderen gaat, dan hebben wij allemaal zoiets van, dan gaan alle registers open. De politie heeft hoge verwachtingen van het gebruik van nieuwe opsporingstechnieken. Toch wil commissaris Van Riessen waken voor al te veel optimisme. Ik mag geen valse hoop geven. Ik stel ook niet dat onderzoeken in het verleden onvoldoende zijn gebeurd. Geen extra hoop en toch de ingang is met alle kennis die er meer is, toch proberen een stap verder te komen. Het politieteam richt zich niet alleen op de 11 kindermoorden, maar ook op 4 vermissingszaken waarbij kinderen in het niet zijn verdwenen. Vanaf 1 december gaan de 15 rechercheurs fulltime aan de slag vanuit het bureau van de landelijke politiediensten in Driebergen. Limburg wil een aparte status van Den Haag om versneld meer zorgpersoneel uit de buurlanden aan te kunnen trekken. Binnen enkele jaren gaat een derde van de huisartsen in Limburg met pensioen. Het provinciebestuur wil daarom niet langer gehinderd worden door fiscale en andere landelijke barrières om artsen en ander zorgpersoneel aan te trekken uit België en Duitsland. Jaap Stolten uit Kerkrade is al meer dan 25 jaar huisarts. Hij heeft een bloeiende praktijk. Elke dag zit zijn wachtkamer vol. Daarnaast is hij arts in een asielzoekerscentrum. Over een paar jaar houdt hij ermee op. En hij niet alleen. Tussen het jaar 2003 en 2007 stopt in Limburg 1 op de 3 huisartsen. Kijk, we kunnen in de toekomst is onze opleiding uitgebreid tot 525 man. In plaats van de 300 zoveel die we nu hebben. Maar daarmee overbruggen we de eerste 5-6 jaren niet. Dus die moeten we overbruggen. En met het verplegend personeel is het niet anders. Er is een groot tekort. Zo groot zelfs dat het fundament van de gezondheidszorg zwaar onder druk staat. Limburg wil personeel uit Duitsland en België halen. Maar dan blijkt dat de Europese gedachte slechts een papieren tijger is. Met name door de verschillen in belastingen tussen de twee landen en dat de twee landen toch hun belastingen, maar ook een andere zorg anders financieren, moeten Belgische medewerkers vaak een aantal dingen dubbel betalen. Daardoor gaan ze netto minder verdienen. Dus ze verdienen minder dan hun collega's in België, maar ze verdienen ook minder dan hun collega's in Nederland. Die afwijkende wetgeving hindert niet alleen de gezondheidszorg, maar de hele arbeidsmarkt. Limburg wil nu van de regering een aparte status. De vrije hand om de problemen zelf op te lossen.
En wat er nu nodig is, is dat we in dit land niet alleen denken vanuit de nationale reflex dat we alles binnen onze eigen grensjes moeten regelen, dat we zo Europa op de kaart zetten. Nee, de kansen liggen hier in de grensregio's en we vragen heel nadrukkelijk om een apart statuut van de grensregio's, niet alleen om de problemen nu op te lossen, maar er zitten hele duidelijke kansen in. Dus Europees beleid zal ook de rode draad moeten zijn in het beleid van onze nationale regering, ook op het vlak van volksgezondheid. Maar het personeel in de zorgsector in Limburg hoeft voorlopig niet te rekenen op een aparte status. Minister Borst voelt daar vooralsnog niets voor. Volgens haar gaat de regering wel door met het vereenvoudigen van de mogelijkheden om overal binnen de Europese Unie te werken. En hoe kijken onze buitenlandse buren aan tegen Nederland en de Nederlanders? Een Engelse, Duitse en Belgische fotograaf trokken de afgelopen anderhalf jaar door Nederland en ze fotografeerden wat ze typisch Nederlands vonden. Het resultaat? De Duitsers zijn op zoek naar het clichébeeld van Nederland. De Engelsen zijn gefascineerd door onze kusten en de Belgen die blijven zich verbazen over hun noordenburen. Vanaf vandaag is het werk van de drie fotografen te zien op een fototentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Drie fotografen, drie nationaliteiten, drie meningen. De Duitse fotografe Eva Leitolf keek naar Nederland door de ogen van een Duitse toerist. Ze deelde voor haar project briefkaarten uit aan haar vakantievierende landgenoten met het verzoek hun ervaringen op te schrijven en op te sturen. Haar foto's, samengevoegd met briefkaartfragmenten, geven bewust het clichématige beeld dat buren blijkbaar graag van elkaar hebben. De Britse fotograaf Mark Power concentreerde zich op de kust, die deel uitmaakt van de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Engeland. Schilderijen van zeegevechten worden afgewisseld met foto's van de Nederlandse kust anno 2000. I was quite surprised to find that actually the space that I found in Holland, you know, that it didn't seem to be quite so populous as I was led to believe that it would be. And I suppose because of the flatness of the landscape and the enormity of the skies, because I come from a city myself, I was really drawn to the big wide open spaces. Stefan van Vleteren dacht de Nederlanders wel te kennen, maar de Belgische fotograaf werd toch verrast door een land waar de bevolking uiterst gevarieerd lijkt en toch zo Hollands is. Het verschil met wat ik bij België is gewoon het palet van Nederland is veel ruimer. Dus je hebt die blonde Friese, je hebt die donkere Surinamer, je hebt die Indonesiër, je hebt die Pool, die Indiër. En ik heb hier een veel ruimer scala van mensen. Als je dan denkt aan de geschiedenis van Nederland, dan zie je dat ook in straat vandaag nog van het rijke verleden. Van Vleteren maakt eenvoudige, directe close-up opnames van willekeurig van de straat geplukte mensen. 100 portretten van wildvreemde Nederlanders met slechts één uitzondering. Gerrit Hiemstra over het weer. Het weer verandert de komende dagen niet veel. Het blijft grijs en regenachtig. En deze satellietfoto van 12:30 vanmiddag die illustreert dat heel goed. Want er ligt hier een heel groot bewolkingsgebied bij ons voor de deur. En dat komt onze kant op. Dus dan weet u wel hoe laat het is. Op dit moment regent het hier boven Engeland en boven Ierland. En die regen komt snel naderbij. Trekt dan over ons land. En ook later krijgen Duitsland en Frankrijk daar mee te maken. En morgenavond, laatste beeld, dan is het hele westelijke deel van Europa bedekt met bewolking en regen. Op dit moment valt er wat regen op de Noordzee en dat trekt langzaam het land op. Dus er zullen steeds meer gebieden zijn waar het vanavond gaat regenen. Dat ziet er dan vannacht zo uit. Bewolkt op de meeste plaatsen. Het wordt niet koud met 6 à 7 graden. En aan zee staat nog een stevige wind. Hard, windkracht 7. En mogelijk een stormachtig wind nog bij de Wadden, windkracht 8. Morgen is het dan grijs en regenachtig weer. Een graad of 9 wordt het. En pas in de middag dan wordt het in het westen van het land wat droger. Maar dan ontstaan er al snel weer buien. De wind draait dan geleidelijk naar het westen toe. En na morgen blijft het wisselvallig weer. Maandag en dinsdag vallen er buien. De temperatuur gaat wel wat naar beneden. Een graad of 7 overdag. 'Snachts 2 à 3 graden. En vooral in het oosten van het land kan daar 's nachts vorst aan de grond ontstaan. En mogelijk wat gladheid. Dit was het 8 uur journaal van zaterdag 18 november. Met als belangrijkste onderwerpen: minister Brinkhorst neemt bij nader inzien toch een maatregel in verband met de BSE-besmettingen in Frankrijk. Maandag moeten de slachthuizen Frans rundvlees apart houden in afwachting van mogelijke Europese maatregelen.
Duizenden actievoerders hebben een dijk van zandzakken gelegd om het Haagse congresgebouw, waar de VN-klimaatconferentie wordt gehouden. Door de toenemende verkeersdrukte heeft Nederland zelf moeite met vermindering van de CO2-uitstoot. Onze volgende journaaluitzending is om 10 uur op Nederland 3. Dames en heren, goedenavond.